Maar wanneer staan ze allemaal? Patrick, ik ga misschien bij jou beginnen. Ik zei het net al, jullie gaan niet op zoek naar de Miss Perfect, niet de meisje met de ideale maten, wel de ideale ambassadrice. Waarvoor staat Miss Wellness Beauty? Wel, Miss Wellness Beauty staat inderdaad niet voor het perfecte model. Ze mogen allemaal iets groter, iets kleiner of een maatje meer hebben, dat maakt niet uit. Maar wij zoeken echt een ambassadrice om 1 jaar lang de beauty- en wellness sector te gaan vertegenwoordigen. Dus we zoeken een dame met iets, we zoeken een dame met een uitstraling, die ervoor verzorgd en elegant is. En die vooral weet wat wellness en beauty betekent en ook dat kan gaan vertegenwoordigen durende 1 jaar. Ja, nu moet je toch even uitleggen wat die halve voor de finalisten doet, want dat is iets nieuws. Maar halve finalisten, wat wil dat zijn? Dat is nieuw sinds dit jaar inderdaad. We gaan een aparte show doen, een halve finale show. Er zijn 18 dames geselecteerd van de 61, zoals u gezegd hebt, hè, dat die gegeven hebben. Nu, van die 18 dames gaan er 12 doorgaan naar de finale. Dus er vallen 6 dames af tijdens de halve finale. Dus het gaat even een heel spannende maand worden voor de dames nu. Ik zie er allemaal van kijken van oei oei, er 6 afvallen, die gaan het zijn. Dat weten we dus absoluut nog niet. Hè. Maar het is zo, met de 12 beste gaan we eigenlijk nog een aantal maanden promo tour doen, achter presences doen, bij sponsors naar beurzen. Maar we gaan ook al met deze 12, met deze 18, sorry, heel wat leuke dingen doen. We gaan onder andere op 2 dagen gaan, 3 en 4 november. Ze gaan elke zondag trainingen, choreo training, media training, etikettentraining, personal coaching krijgen. Ze gaan heel erg gedrild en getraind worden voor een heel leuke en toffe manier. Zodat ze helemaal klaar zijn voor die halve finale, ja. Waar en wanneer gaat dat door? De halve finale gaat doorgaan op 18 november in de Zuiderkroon, waar we vorige editie de finale hebben gehad. Nu, het is wel leuk om te zeggen, veel mensen kennen hier wel Debbie en Nancy. Dat wordt live elke zaterdag nu uitgezonden op VTM. Die doen er niet mee, hè? Die doen er niet mee, gelukkig. De Zuiderkroon is helemaal onbetoverd. Het is een heel nieuw decor. De mensen die zaterdag naar VTM hebben gekeken, hebben dat gezien. Dus als je het gezien hebt, kijk zaterdag naar VTM, kun je het zien. En wij hebben het decor van VTM overgenomen van Debbie en Nancy. Dus dat is precies wel een heel exclusief decor. Ja, dat is wel iemand om te komen kijken. En wanneer is dan de uiteindelijke finale? Waar gaat die door? De uiteindelijke finale is op zondag 24 februari in San Marco Village in Schelle. Dat is ook wel een heel mooie locatie en daar gaan we uiteraard mee veel trappen werken. Dus het zal vooral heel belangrijk zijn om op hakken te leren lopen en op trappen met hakken te lopen. En dan proberen niet te vallen natuurlijk. Ja. We moeten natuurlijk verder en de volgende lichting staat daar al te wachten. Te open om deel te nemen aan die halve finale en finale. Geef ze daar van applaus. De halve finalist is voor Miss Wellness Beauty 2020. Ik ben Christopher Dijk. Ik woon in Polentwas, dat is in Kempen, provincie Antwerpen. En mijn hobby's zijn paardrijden en snowboarden. Mijn link met de sector is dat ik momenteel een cursus aan het volgen ben bodypaint. Ik word morgen 21 jaar. En ik studeer momenteel voor kleuterjuffrouw. Hallo, ik ben Elke van Helmdonk. Ik word volgende maand 21 jaar oud. Ik ben afkomstig van Elderselen, een deelgemeente van Temse. Momenteel woon ik in Waasmunster, waar ik ook werk in een schoonheidssalon. Ik werk daar nu 2,5 jaar. Verder volg ik nog opleidingen zoals voetreflexologie en maagstilisten. Hallo, ik ben Emma Smegens, ik ben 26 jaar en ik woon in Sint-Pietersleven aan Brabant. Mijn link met de sector, ik ben dan opleiding voedings- en dieetkundige en ik werk nog steeds bij als diëtiste bij Intralinie Sint-Pietersleven, waarvan het Woonbeeks ook het gezicht van is. Ik ben Hanne Buffel, ik word 22 jaar. Ik kom uit Brugge. Ik ben afgestudeerd als management assistant en ik ben dit jaar begonnen met een opleiding beauty en pedicure in Brugge. Ik ben Shana van Monnen, ik ben 20 jaar, ik kom uit Sint-Jok in het Goor. Ik ben maagdenstiliste en ik studeer voor voetgaan. Mijn naam is Natasja Borstelmoes, ik ben 24 jaar, ik ben afkomstig van Hoboken. Ondertussen heb ik 6 jaar ervaring als schoonheidsspecialiste en sinds kort ben ik in het jaar bezig. Ik ben Sanne Leguant, 29 jaar, woonachtig studist en sinds enkele jaren trotse aanpaatster van schoonheidsinstituut. Ik doe mee aan deze misverkiezing omdat ik het mij een unieke ervaring lijkt en nou uit aansluit bij mijn passie. Ik ben Melissa, ik ben 20 jaar, ik kom uit Purmerend, dat is in Nederland. Mijn link met de sector is dat ik tandartsassistent ben en die is gespecialiseerd in beauty. Hallo, mijn naam is Jolanda Kool. Ik ben 32 jaar, ik kom uit Nederland ook, Rotterdam, dat te zijn. Ik ben programmamanager voor de Nederlandse televisie, houdt in, ik bepaal wat er op televisie komt voor een aantal programma's.
Verder mijn link met de wellness en beauty center, sector, ligt ver breed. Ik ben nagelstyliste geweest. Ik heb gewerkt bij een beauty centrum als afslankspecialiste en als beauty adviseur voor het merk Bodyflame. Ja. Ik ben Bonnie Wens. Ik kom uit de Pannen. Ik ben 21 jaar. In mijn vrije tijd doe ik verschillende sporten en doe ik fashion design. Ik werk bij Bpost en mijn link met de wellnesssector is mijn opleiding kunstnaalsteriste. Ik ben Junina Wouters. Ik ben 21 jaar en ben afkomstig uit Lummen. Ik werk als schoonheidsspecialist bij het Schoonheidsinstituut en Parfumerie Sonja in Lummen. En mijn hobby is paardrijden. Ik ben Doreen Holt. Ik ben 21 jaar en afkomstig uit Spitze bij Michel. Ik studeer voor make-up artiesten en verder ben ik nagelstyliste. Ik ben Asja, ik kom vanuit Nederland, ik ben 20 jaar oud. Ik ben nu aan het studeren voor 1 jaar accountmanagement en de link van de sector is voor social media. Mijn naam is Monique Sabel, ik ben 33 jaar, ik woon in 's-Hertogenbosch, provincie Noord-Brabant in Nederland. Ik ben in het dagelijks leven management assistente in een internationaal bedrijf, op de sales afdeling. En mijn link met de sector is dat ik diverse certificaten heb behaald als nagelstyliste, hairweaving en ik doe modellenwerk. Misverkiezingen, dat maakt mijn link met de sector. Dank u. Hallo, ik ben Angelique Kunst, 21 jaar, wonend in Te Haagd. Ik ben afgestudeerd als schoonheidsspecialiste, heb een 7 jaar esthetische lichaamsverzorging gevolgd en een 7e make-up artiest degree. Ik werk momenteel in een wellnessinstituut, het mineraal, termen mineraal te Rijmenam. Dat is mijn link met de sector dan ook en het is hetgeen wat ik graag doe. Mijn hobby is dan ook gewoon make-up, lichaamsverzorging, gelaatsverzorging, alles wat ermee te maken heeft. Mijn naam is Elisa Leus, ik ben 23 jaar. Ik woon binnenkort in Riemst, Sussum hier bepaald. Mijn link met de sector is dat ik een opleiding heb als schoonheidsspecialiste en nagelstyliste. Momenteel ben ik al bezig als nagelstyliste, maar wil graag in mijn huis als schoonheidsspecialiste graag een zaak beginnen. Mijn naam is Lotte de Borger, ik woon in Middelsen en ik ben 19 jaar oud. Ik woon in Middelsem op de rand van Antwerpen en het is al van kleins af aan een droom om schoonheidsspecialiste te mogen zijn. Ik heb 4 jaar een opleiding gevolgd van schoonheidsverzorging waarin ik in juni ben afgestudeerd en ik werk momenteel in rituals. Mijn hobby's zijn fitnessen en graag naar relaxerende muziek luisteren s'avonds met een wijntje. Dankjewel. Hele goedenavond, dames en heren. Wij zijn hier vandaag aanwezig op de persvoorstelling van Miss Wellness Beauty. Hier naast mij staat een van de hoofdsponsors, namelijk Frankie. Frankie steunt deze verkiezing met het bedrijf Linea Vita. Frankie, wat heeft Linea Vita precies te betekenen? Linea Vita is een Belgisch merk. Wij verdelen voedingssupplementen, meer bepaald eiwitsupplementen. En we zijn natuurlijk heel actief in de wellnessmarkt, de wellnesssector. Wij verdelen dus voedingssupplementen die gebruikt worden voornamelijk toch wel in een afslankprogramma, maar daarnaast ook perfect als gezondheid, als healthy snack kunnen gebruikt worden. Dus ook iemand wat eigenlijk het perfecte figuurtje heeft, kan ook nog gebruik maken van uw producten? Absoluut, absoluut. We hebben een gamma van bijna 200 producten. En dan denken we bijvoorbeeld aan reepjes en koekjes en die de dames toch wel heel graag hebben. En die dan suikervrij zijn en eiwitrijk. En spreekt men hier dan alleen over tussendoortjes of is er ook echt voeding bij? Er zijn inderdaad ook wel echte maaltijden bij. Hè. Als we denken aan pasta en broodjes en brood, muesli zelfs. Maar al onze producten hebben dezelfde gemeenschappelijke noemer en dat is verlaagd in koolhydraten en verrijkt met eiwitten. Dames en heren, wij staan hier terug bij onze tweede en laatste hoofdsponsor van Miss Wellness Beauty deze avond. Hier naast mij staat Anthony. Hij is zaakvoerder van het mooie privaat sauna Abiqua. Anthony, heeft u iets wat u kunt inlichten over uw sauna, wat er zo specifiek aan is? Wel, alvorens dat ik dat zeg, moet ik zeggen dat je prachtige ogen hebt. Ik hoop dat je mij dat niet kwalijk neemt. Wel, wat het er zo ook even speciaal als uw ogen de sauna speciaal aan is, is dat wij een volledig concept aanbieden. Niet wat dat je overal in België vindt. Jacuzzi, zwembad, Finse sauna en hamam. Wij bieden net dat ietsje meer. En namelijk door een dode zeebad aan te bieden, zowel in sauna 1 als in sauna 2. 250 gram dode zeezout,
per liter. En we hebben zelfs een contract met het Universitair Ziekenhuis voor psoriasispatiënten. En dat maakt het iets exclusiever. Een tweede noot is trouwens dat wij op de onafhankelijke beoordelingssite, want je kunt iets exclusief aanbieden, maar de mensen moeten ook tevreden zijn, dat wij op Sauna Vlaanderen dat wij nog steeds de eerste plaats hebben qua onafhankelijke beoordelingen. Dat is toch wel een heel mooi compliment, neem ik aan. Zeker en vast. Dat is, we hebben er 3 jaar ook aan gewerkt om dat resultaat te bereiken, maar nu is het er. En wat biedt Miss Wellness Beauty eigenlijk zoal voor u? Wat is uw interesse naar deze misverkiezing? Wel, uiteraard, sauna maakt deel uit van Wellness World. En als er dan een verkiezing is van een schoonheid die ambassadrice kan zijn van die wellnesswereld, ja, dan is dat logisch dat mijn interesse opwekt. En daarom ook dat ik met plezier graag mee hoofdsponsor ben. Uiteraard, iedereen ziet. Elke man ziet wel graag een mooie vrouw. Maar het is geen vleeskeuring en het concept van de organisatie vind ik fantastisch. Dat is dat je ook inhoud hebt, hè, dat je ook presence hebt en dat je inderdaad ambassadrice wordt van de wellnesswereld. Dus een ideale link eigenlijk naar uw privé sauna. De perfecte link naar de sauna, inderdaad. Dank u wel.